Ja. Nu je toch zo vooraan bent gaan zitten. Speciale verandering. Dat is een mooi plekje. Ging ze helemaal vanzelf. Ja, spontaan. Ja. Wat me vandaag bezig hield, of wat er boven kwam, was... Dat keuzeloos manifesteren van het zelf, of het gebeurt gewoon. Dat daar... Laat me niet op mij, hoor. Nee. Ik moet toch vreselijk om lachen. Ga door. En dat ja, dat het gewoon, als je dat zo ziet, en af en toe is er een gevoel van ik en jij, en een bepaalde gescheidenheid. En tegelijkertijd zie je gewoon dat het een spel is met zichzelf. Yes. Dat het gewoon, alle uiting is gewoon een beetje kietelen, een beetje spelen. En wonderbaar dat gewoon zichzelf aan het plezier is. De pijn ook, of de vreugde, of allerlei, of niet per se allemaal helemaal happiness te zijn, maar alle uitingen van het lichaam ook. Gewoon het spelletje aan het spelen. En hoezo hield je dat bezig? Ik keek daar toch alleen maar naar. Ja, dat is niet echt. Nee, zei ik dat het me bezig hield? Ja, ik me vandaag bezig hield. Maar ja, goed. Ja, oké. Okay. Nee, het was niet. Ja, het was geen bezighouden. Nee, het was ook. Komt het weer boven, maar het was meer. Van hé. Hey. Ja. Enjoying. Zo kan het ook gezien worden, weet je wel. Het is, vaak is het niks of stilte of. Nu is het gewoon van. Totaal besef van een geheel wat zich een beetje dansend dan via allerlei dingen laat zien. Mooi. En nu? Ja. En nu? Ja, ik zou het niet weten. Het is, zoals altijd. Je beschrijft het wel mooi, want het zijn in feite, zoals Nisargadatta de uitdrukt, die drie guna's die met elkaar aan het spelen zijn, hè, die de dans van Shakti maken. Ja. Het is allemaal bezig, het is totaal onpersoonlijk. Ja. En toch, je kunt daar gevoelsuitdrukkingen aan koppelen of weet ik veel wat, maar het heeft niets met een ik te maken. Ja. Je doet maar. Als verschillende stromingen in een rivier of zo, van hier kolkt het en daar stroomt het door en daar staat het een beetje stil, maar het is allemaal dezelfde water. Ja. Het is zo'n schijnbaar besef dat een mens of iets dergelijks dit ding, dat het dan anders zou zijn of zo, maar... Het is ook zo'n wervelingetje. Je ziet zo dat het hetzelfde is. Yes. Zo'n mens bestaat helemaal niet, hè? Alleen in het denken. Mensen roepen daar wel eens tegen, maar ja, maar je bent toch ook een mens? Zeg ik van oké, oh ja, how do you know? Wie heeft je dat wijs gemaakt, weet je wel? Dat is er alleen maar als je denkt. Ja. Yes. En dat verandert ook constant daar, die werveling. Dan zeggen we de ene keer ik ben blij en de andere keer ik ben stil of ik ben whatever. Ja. En de mind is altijd niet hier en nu. Yes. Dus daarom... Kan er niet bij. Nee. Maar is het schijnbaar vast. Of het is schijnbaar iets wat werkelijk is. Maar het is zo langzaam dat het gewoon niet... Het kan het niet pakken. Dus is het... Het denken holt altijd achter de feiten aan. Ja. Dus dat besef van mens of idee of... ja, het is totaal onwaar. Ja. Yes. En de grap is dat de mind zelf als... iets in de vorm van wetenschap ook daarmee naar die grenzen gaat
En ook ziet dat er geen... Dus als je dan gaat kijken van wat werkelijk dan gescheiden zou moeten zijn tussen het lichaam en de grond, dat daar ook geen scheiding zit. Dus dat die mind daar ook niet uitkomt. Ik vind ze niet leuk. Tenminste, de meeste niet. Dus er is geen andere weg dan dit, zeg maar. Dus Welke ingang we ook nemen, als we grondig het onderzoek voortzetten, of we nou de wetenschappelijke manier nemen of de spirituele manier, je komt op hetzelfde uit. Ja. Je zult het anders formuleren, maar het is, er is niks gescheiden. Dat is een waanzin. Ja. Nog even, niemand krijgt hem mee te pakken. Een spiritueel compliment. Leon. Dan gaan we terug in de tijd. Dat zei hij net, hè? Van het denken altijd. Okay. Het is fijn dat je dat even onderstreept. Ja, nee. Ik was heel erg blij dat ik laten zien hoe dat het waard is. Van de week. Ja, van de week. Ja, dat was iets wat toch dacht dat het bedacht kon worden. Van hoe het nou zat, zeg maar. Oh ja. Nou, maar ik trek echt helemaal gek van. Dat is iets van. Nee, het was ook echt niet leuk. Zo. Je moet ook niet proberen wanneer je kan. Nee, maar ik dacht van nou, als ik gewoon een paar dagen doorgaan. Maar... op een gegeven moment kon ik wel. Maar... ja, dat, en toen? En toen? Nou, had ik op een gegeven moment ook Michel gebeld. Dan zei ik van nou, wat er nu aan de hand is. Nou, dus ja, uiteindelijk ben ik toch maar gewoon even gaan zitten. Kijk wat er nou eigenlijk aan de hand was. En, ja, er was niet zo heel veel aan de hand eigenlijk. Ja, eigenlijk niks. Nee, precies. Terwijl het was steeds groter geworden en steeds ingewikkelder. Ja, het is echt zo'n bos touw met allemaal van die knopen en dingen. En, ik wist echt niet waar het begin was, het eind. Wat er nou is. Nou, uiteindelijk was er eigenlijk niks. Nee, want er was geen touw en geen knopen. Nee. Dat dacht je maar. Ja, het was gewoon bedenken die iets proberen op te lossen. Ja. Zo bizar, hè? Dat we zo schijnbaar, zo regelmatig gewoon iedere keer in diezelfde valkuil trappen. Ja. Je kunt moeiteloos vaststellen in ongeveer 3,5 seconden dat jij het denken niet bent. En toch gebruik je iedere keer het denken om je hachie te redden. Dat is wel bizar. Ja. Laat dat nou weer doordringen, joh. Dat zou ik zeggen. Ja, dat zou natuurlijk wel een stuk vermoeiend zijn. Zoals vaker gezegd, van denken is fantastisch, want dan kun je een microfoon mee bedenken. Nou, dat is hartstikke handig. Maar in spiritueel opzicht heb je er helemaal geen moer aan. Nog aan die microfoon. Hoewel, dat is toch een mooie site. Maar dus, wie is degene die een knoop creëert? Wie is degene die de knoop probeert te ontwarren? Wat is dat? Dat zijn zinnige vragen. Als je dan toch je denken nog wil gebruiken, stel die vragen dan. Dan is het denken snel stil. En pas als die geest stil is, dan ben je sensitief genoeg om de werkelijkheid te ervaren, rechtstreeks. Niet als een redenering of een deductie of iets dergelijks, maar gewoon rechtstreeks, omdat je dat bent. Het is alleen maar als het ware het rookgordijn van het denken wat je iedere keer doet geloven dat er een ik en jij is, of ik hier en het zelf ergens anders en ik moet dat dan zien te overbruggen. En dat doe ik 40 levens over. En ja, precies. Dat iets opgelost moet worden of iets heel duidelijk moet worden. Het denken, het ik-denken denkt altijd dat er iets opgelost moet worden. Er kan niks opgelost worden, want er is geen probleem. Nee, als ik dan ook gewoon ga zitten, dan is er ook helemaal niks. Yes.
is het ook heel gauw duidelijk of zo. En de ene keer ga ik na 2 dagen zitten, de andere keer na een uur. Ik kom elke keer wel op hetzelfde. Gaandeweg, ja. zeggen de wijzen, wordt dat allemaal minder en keer je steeds sneller terug. Mm-hmm. Bij de meeste mensen is dat zo. Niet bij iedereen. Maar het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. Iedereen is toch hetzelfde. Er zijn er, hè? Leraren noemen ze dat, die proberen dit soort dingen duidelijk te maken. Dan zeggen ze bijvoorbeeld van er is een onderscheid tussen de werkelijkheid en het denkbeeldige. Eigenlijk, dat zinnetje is genoeg, hè? Het denkbeeldige heeft dus met woordjes breien te maken, de werkelijkheid nooit. Dus dan weet je meteen als dat daar allemaal bezig is. Ah. Dat is het denkbeeldige. Nou, mooi. Gaat u gaan. Vaat allemaal gaan, hè. En dan blijf jij gewoon in de werkelijkheid. Dan doe je de afwas, of je bent stil, of gaat naar je werk, of je moeder een bloemetje brengen. Of gewoon iets wat het doet. Heel simpel. Wat moord je niet? Het denkbeeldige is bedacht. Het denkbeeldige handelt altijd in tekorten en problemen. En het is van A tot Z gelul in de ruimte. Het gaat nergens over, het leidt nergens toe. Het leidt hooguit af. Af van dat wat je eigenlijk zegt te zoeken. Liefde, vrijheid, geluk, verlichting, hoe je het wil noemen. En dat is allemaal niet erg, maar je moet het gewoon even in de gaten hebben. En als je ook nog zin hebt om daar je energie in te steken, dan mag ook gerust, maar heb het dan in de gaten. Dat je in feite moedwillig, hè, laten we het even zo stellen, moedwillig je energie verspilt aan totaal zinloze dingen. Terwijl je beweert het ware te zoeken. Ja, bij Leon is dat niet zo erg, hè. Die zijn er maar net mee bezig, maar er zitten er hier een paar. Die zijn hier nog langer mee bezig dan ik, zou ik maar zeggen. En dat is lang, hoor. Er wordt helemaal niks van af. Ik weet niet wat ik heb, ik ben veel te gelukkig vandaag. Henk, help me eens, jongen. Nou, er zijn een paar dingen. Ah, mooi. Minstens 2. We hebben nog 40 minuten tot de tijd, dus kom op. Eerst was gisteravond was dat programma op de televisie. Weer terug in de tijd. Goddomme, wat is dat toch? Dat was een filosofieprogramma. Ik heb er ook wel naar gekeken. Ja, dat is ook een triest soort wezen. Ja, toen? Het was op zich wel interessant. Er werd de filosofie van Descartes werd uitgelegd. Heel kort. Die is ook niet zo lang. Die zei op een gegeven moment, geloof ik, van... ik zit op een stoel, is dat waar? Of droom ik het alleen maar? Hetzelfde van het lichaam. Mensen zeggen tegen mij van jij bent het lichaam of je zit in het lichaam, is het waar? Dat is misschien niet van ik droomde het alleen maar. Maar de enige die wel werkelijk is of die bestaat, dat is die ik die dat ziet. Dat vond ik heel leuk. En daaruit kwam dan die spreuk voort van cogito ergo sum. Ik denk dus ik ben, maar volgens mij is dat verkeerd vertaald. Dat is heel jammer, ja. Dan slaat hij nou weer net de plank helemaal mis. Hè? Ja. Maar hij is die vertaling niet gemaakt. Ja, dat zou het ook kunnen zijn. Hij dacht ook, hè, dus nog misschien iets anders leuks erbij, dat dieren geen levende wezens waren, maar machientjes. Oh, yes. En dat het dus niet erg was om ze te slachten, want ze voelden niks, want het is alleen maar een mechaniekje. Over inzicht gesproken en liefde. Maar goed, dat even terzijde. Nee, iets anders is in mijn omgeving, dat zijn mensen met een bepaald boek bezig, het publiceren van een boek, en ik moet dat
dan zeggen, ik moet het per se lezen en... Oh! Ja, ik ben bezig gehouden met het corrigeren en het vertalen in het Duits. Dat moet? Ja, zo. Een speciale druk. Nee, goed zo. Nee, want dan moet niks. Hè? Maar er is wel een bepaalde druk uit. Ah. Nou, wie is degene die daar gevoelig voor is? Dat denk ik. Maar wat ik me wel afvraag is... Soms ligt de bal zo voor zo in te schieten. Geen keeper te bekennen, want die staan allemaal op de andere helft. Maar gewoon mistrappen. Maakt niet uit, ga door. Ik kom er nog wel achter. Dat is zeker. Misschien wel. In ieder geval, het heeft te maken, ja, wat mij dan wel bezighoudt, is het heeft te maken met overgave. Het overgave van het hart of zoiets, of hoe je dat zou kunnen noemen. Daar hebben we het laatste keer over gehad. Wat heeft dat met dat boek en dat moeten te maken, als ik vraag? Dat weet ik niet. Oh. Ja, ik ook niet. Daar gaat het boek in feite over, dat je je hart open moet stellen voor God. Oh ja. Iemand heeft een tekst opgeschreven, die heeft het dan zogenaamd van God ontvangen. En dat moet dan per se gepubliceerd worden. En daarom staat het op. Dat moet van God zijn. Gij zult publiceren. Gaat heen en vermenigvuldig dit. Is het handigste als je het hier niet alleen maar makkelijker kan zien of voelen, maar dat je het hier realiseert dat jij het denken niet bent. Dat betekent, weet je, realisatie betekent namelijk dat daar voor once and for all een eind aan komt. Nu, ja. Nu. Als iets werkelijk doordringt tot ons, als er werkelijk inzicht is, en met inzicht bedoel ik dus niet alleen maar hier iets, maar gewoon bam, het is duidelijk, dan vergeet je daar nooit meer. Er wordt je in één keer duidelijk dat vuur heet is en dat je je vinger er niet in moet steken. Hoef je maar één keer te doen. Dan heb je gerealiseerd dat vuur heet is. Vuur, au. Zonder denken. En dat wordt gelijk geïncorporeerd of geassimileerd. Zo duidelijk moet het zijn. Dan maak je die vergissing nooit meer en dan ben je dus ook nooit meer te manipuleren. Op dat niveau. Dat je zo duidelijk moet dat zijn. Ja, zo duidelijk moet dat doordringen. Want anders dan wordt het, en dat is wat meestal gebeurt, dus dat is op zich helemaal niet erg, een weet ik veel, 10 of 20 jaar in de week gaan, totdat dat een beetje doorsijpelt. Zo gaat het meestal. Ja, maar realisatie is, en dan ben je wakker, droom weg. Afgelopen. Kom niet meer terug. Dat is effectiever, zou ik maar zeggen. Dus als je hier nu kunt inzien, ik ben niet de denker, ik ben niet de voeler, ik ben niet de kool- en de geitspaarder en zo, want ja, er zitten allemaal belangen aan. Hè? Het is niet alleen maar gewoon een ideetje, maar die mensen, daar onderhoud je een of andere relatie mee. En als je dan niet doet wat ze wel prettig vinden, ja, dan heeft dat misschien allerlei gevolgen en dan vinden ze me niet aardig meer. Maar jij bent die me helemaal niet, die ik. Dat moet je inzien, dan ben je gelijk af van dat gesodemieter en dan kun je gewoon jezelf zijn. Wat je niet zult weten wat dat is trouwens. Maar wat zich ieder moment manifesteert, spontaan. Daar gaat het over. You gotta die, weet je wel. Die schijn-ik moet sterven.
om het zo maar eens uit te drukken. Bij voorkeur nu. Dat moet niet. Ook niet van God. Okay. Dat vind ik. Maar dat is wel de mogelijkheid. En dat is wat bevrijding of zelfrealisatie betekent. Nou, ik merk bijvoorbeeld dat als ik zo, als ik met die dingen bezig ben, mij is dat wel duidelijk in zekere zin. Maar het is altijd een beetje zo. Het is je hartstikke duidelijk, alleen vervolgens ga je naar het denken en dan ga je zitten schipperen. En dan ga je weg bij waarvan je weet dat het waar is. En dat doen wij de hele tijd. Laten we daar nou eens mee ophouden. Zo voeden we het onwaarachtige. In onszelf, maar ook naar de ander toe. Het is nog eigenlijk een beetje lullig naar de ander toe ook. Want eigenlijk wil je iets niet en dan doe je het toch maar. Zo krijg je allerlei onzuiverheden, ook op het zo belangrijke niveau voor vele mensen, van relaties. En waarom gaan die toch altijd zo moeilijk? Ja, we lopen de halve tijd te draaien en te keren en te liegen. Vind je het gek? Niemand is straight. Ik heb hier geen zin in, sorry. Ja, dan vind ik jou niet meer aardig. Ja, dat is dan jouw probleem. Goedemiddag. Taartje. Zo, het is simpel en schoon. Dus niet om lullig te doen tegen je, maar om het gewoon heel helder te houden, weet je wel. Dat genoegen zouden we onszelf moeten doen, om dingen heel helder te houden. Om te beginnen voor onszelf. Die anderen doen er eigenlijk niet toe. Die zijn alleen maar instrumenteel. Die proberen jou te verleiden. In feite ben jij de enige die bestaat. Al het andere is Maya en die probeert jou eruit te lokken. Te kijken of je ergens intrapt. Een of ander projectje of iets. Maakt niet uit wat. Maar dat geldt voor iedereen. Het wonderlijke is alleen dat die kracht blijkbaar zo, die aantrekkingskracht van dat denken zo groot is elke keer weer dat ze daar. Ja, natuurlijk is die groot. Dat je verwondering naartoe dan. Die is enorm groot en daarom moet je ontdekken wat jij werkelijk bent. Dan ontdek je dat jij duizenden keren sterker bent dan die enorme kracht van Maya, waar het denken een onderdeel van is. Daarom is Maya er, om het ons te leren in levende lijven te laten ervaren dat wij een kracht zijn, een liefde zijn, zo je wil, die zo gigantisch is, die kan alles verdragen. Alles. En dat kunnen we alleen maar leren doordat we uitgedaagd worden. En doordat we dingen laten vallen. Doordat we een keer nee zeggen. Doordat we in ons menselijk besefje af en toe op ons flikker krijgen. Niet ons zin krijgen. Dingen verliezen. Door pijn heen gaan. En merken. De pijn is weer verdwenen. De angst is weer verdwenen. I'm still here. Wauw. En als je dan naar binnen kijkt. Naar het zelf. Dan zie je dat daar niets veranderd is. Is nog steeds open. Nog steeds stralend. Nog steeds doodstil. Heeft nog geen enkel idee van welk tekort dan ook. Dat was alleen maar in het denken. Dat droomde ik maar. Dat is waar het over gaat. Maar we moeten wel op een gegeven moment stoppen. Als we onszelf echt een kans willen geven met al dat geschepper. Weten hier in 1 seconde ja of nee in een bepaald geval. Dat weet je in 1 seconde. En dan komt het denken, ja, maar ja, dat is toch misschien wel handig. En dan zitten we weer, weet ik veel, 7 sleutels tegelijk. Nou kan het toch. Dit is, jij bent het zelf. En je blijft je opstellen, laten verleiden om je op te stellen steeds weer als een body-mind, als een persoon, als een ikje. En een ikje is te manipuleren, maar het zelf never niet. Er is niet mee te onderhandelen of te marchanderen. Terwijl het tegelijkertijd vanuit het zelf een gigantische bereidwilligheid is. Voor van alles en nog was desnoods een of ander channeling vertalen. Maar dan zonder gesputter of gehechtheid. Weet je wel, wil je dat ik dat vertaal, dan komt er ja of nee. I don't give a shit, weet je wel, dat hele geoude hoor. Maar ik vertaal er wel even alsjeblieft, wees er maar blij mee. Of van nee, dat doe ik gewoon niet. Zoek maar een ander en ik wil er niks mee te maken hebben. En wat die ander daarvan vindt, is wat die ander daarvan vindt. None of your business. Gewoon even de feiten dit, hè. Ik ben anders wat mee gaan, maar dat weet ik. Voor de box. Juist. Dit is net iets, weet je wel, als chirurgie.
Dat moet precies, snel en effectief gedaan worden. Niet zo van een beetje met zo'n slagersmes van, nou ja, hier zit het ongeveer, nou, met zo'n beetje, wauw, en dit kan er ook nog wel af. Nee, dicht naaien, klaar. Over. Die is wakker. Volgende. Keep it simple. Je kunt midden in wat voor fabrikage van het denken zitten. En als je werkelijk even het zelfonderzoek erbij betrekt. Wie of wat ben ik? Wie is degene die hier weerstand tegen heeft? Wie is degene die hier een verlangen naar heeft? En je probeert dat werkelijk serieus te nemen. Bam! Het hele feestje valt weg. Het is doodstil. Alleen dat blijft over. Niets aan de hand. Dit zijn de feiten. Daar is meteen spontaan binnen 3 seconden totale vrijheid. Weggedoe. En het denken hoor je dan nog in, aan de periferie roepen. Jammer, jammer. Ja. Zo wordt alles schoon, zuiver en helder. En omdat dat er daardoor dingen gaan veranderen, yes, of course. Want er was een heleboel niet schoon, zuiver en helder. It's gonna change. Maar wat je ook ziet veranderen. En wat je ervaring ook zal zijn, het is niet wat je bent, het is alleen maar je ervaring, het is alleen maar die droom. We zitten altijd te schipperen vanwege een droom, vanuit iets onwerkelijks. Daar maken we ons druk om, daardoor laten we ons in de luren leggen, daarom lijden we door iets onwerkelijks. En constant verloochenen we wat we werkelijk zijn, God. We keren hem constant de rug toe en zijn bezig met die, met dat gefrut allemaal. Terwijl feitelijk ben je de oorsprong van intelligentie, van liefde, van gelukzaligheid, van power. Dat ben je de oorsprong van, die ben je niet eens, dat zijn je stralen alleen maar. Je bent de zon, weet je wel, en de zon die beperkt zichzelf tot een of ander vaag gloeilampje. Zo daar. Oeh, wel oppassen dat ik niet uitwaai. Dus moet je het toch misschien maar doen, want anders loop je nog slecht met mij af. Zo denkt de zon nooit. Wat vindt u hiervan, meneer? De woorden van God vertalen in het Duits, notabene. Kijk eruit, man. Zelfs Goethe heeft niet geholpen daar. Twee wereldoorlogen ontketend en dat heeft ze nog niet wakker geschud. Laat die gasten toch. Volgende eeuw. Dan is Duitsland aan de beurt. Kan ik makkelijk zeggen, want deze is deels Duits. Ha. Wist je niet, hè? Maar goed, dus wat. Het is voor mij interessant om te zien steeds die overgang van die helderheid naar mee gesleurd worden, mee geschreven worden in de droomde wereld. Het meest interessante, sorry dat ik hier weer over begin te zeveren, zou moeten zijn: wat ben ik? Want op het moment dat je alweer bezig gaat met die overgang. Dan ben je alweer aan het glijden. Dat zei je vorige week ook. Ja. Dat is geen verwijt. Dit is gewoon de power of Maya. Weet je wel, daarom moet je het simpel houden. Je hoeft je alleen maar. Romano was er duidelijk over. Nisargadatta was er duidelijk over. Wat zeiden ze? Doe voortdurend zelfonderzoek. Verblijf in ik ben. Ze zeiden niet ga kijken waar je uitglijdt. Ze zeiden verblijf in ik ben. Dat niemand het doet is wat anders. Maar ze waren glashelder. En alles wat ze verder zeiden was een variatie op dat thema. Deze niet anders. 7 jaar lang roep ik dit hetzelfde al. Tegen iedereen die het maar horen wil. Zoek uit wat je bent. Verblijf in ik ben. Ontdek waar dit bewustzijn vandaan komt. Allemaal variaties op hetzelfde thema.
Ontdek dat je niet bent wat je denkt dat je bent. Enzovoort. It's all the same. En op het moment dat je dat helder is, is er van glijden geen sprake. En dan weet je ook van, ik ben er nooit uitgegleden. Het was alleen maar in de mind. In de droom. Er waren droomvertalingen en droomglijpartijen enzovoort. Maar dat wat ik ben, heeft er geen moer mee te maken. Pas als je dat duidelijk is, namelijk hoef je nooit meer bang te zijn dat je weer op je bek gaat ofzo. Zolang je nog twijfelt, zit je nog in het denken. Want het zelf twijfelt niet. Het denken twijfelt. Dan wordt het weer heel snel van, hoe kan ik voorkomen dat ik de volgende keer... Nou, hoe kan ik voorkomen? Je zit er alweer in. Daar ga je alweer. En dat vind ik niet erg. Ik hou genoeg voor je om je weer overeind te zetten. Hoor, oh, daar gaat hij weer, weet je wel. Het was een wandeling met een zatlap. Ga er, ga in. Ja, gaat er. Boom! Kom maar. Daar word je moe van, joh, echt. Oh. En een vuurtje voor me, ja, is goed. Oh. Allemaal liggen. De politie komt me maar halen. Eén opdracht maar. Find out who you are, for once and for all. Al duurt het 40 jaar, maar geef daar je aandacht aan. Probeer niet dingen te regelen daarbuiten enzovoort. Richt daar je aandacht aan. En vooral voor de rest van wat dat leven betreft. En dat doe je al, doe het zo fatsoenlijk mogelijk. Dat doe je al, don't worry about dat leven. Daar gaat het helemaal niet om. En de gebeurtenisjes. Zoek uit wat je bent. Geef daar zoveel mogelijk. Dat is de oproep van alle tijden. Het is nooit anders geweest. En dan gaat vanzelf de energie terug. Van allemaal van die zogenaamde wereldse belangen en van manipulaties om aardig gevonden te worden of whatever wat mensen belangrijk vinden. Want als je al je aandacht moet geven aan zelfonderzoek, heb je geen aandacht meer over voor al die spelletjes daarin. Dat is een waste of time. Dus dan zeg je ja in een bepaalde situatie tegen iets of je zegt nee tegen iets. En in beide gevallen draag je gewoon de consequenties en onderwijl ben je bezig met zelfonderzoek. Niemand hoeft dat te weten verder. Dan gaat ze ook geen bal aan. En voor de rest laat je dat lichaam gewoon doen wat er zo gedaan moet worden, doet deze ook. Men denkt dat ik hier zit te praten, ik ben doodstil, ik ben hier helemaal niet. Of ik ben overal, net hoe je het zeggen wil. See what I mean? Ja, is wel duidelijk. Good. Beetje veel woorden. Ja, dat is wel duidelijk. Dat is waar, ja. Ik heb er nog veel meer. Ja, dat komt omdat je volgende week niet kan. Dankjewel. Welcome. More than welcome. Het is bizar, hè? Eigenlijk wil niemand meer, hè? Eigenlijk wil iedereen. En het is zo simpel. Wat je ook maar kunt kennen. Wat je ook maar kan ervaren, wat je ook maar ergens iets kan vinden, is niet wat je bent. What more do you need? Het is allemaal de droom van dat bewustzijn. Verder niks. Het is gekomen en op een gegeven moment vertrekt het weer. En dan gaan ze om dat lijfje heen staan jammeren, want dan denken ze dat je dood bent. Maar je bent alleen maar bevrijd van dat lichamelijke gedoe. Nothing happened. Je was dat. Toen verscheen dat idee ik besta en dat lijfje, want die twee gaan hand in hand. En daarna vertrekt dat gevoel ik besta weer. En dat lijfje dat vervalt gewoon weer tot de vijf elementen waar die uit is opgetrokken. En je bent nog steeds dat. Nothing happened. En in de tussentijd maar heen en weer lopen rennen om dat lijf te pleasen. En al die zorgen en om niks.
Als het nou over waarheid gaat, dit is waarheid. Leuk, hè? En niet dat er dan, als je dit realiseert, een weerstand komt of zo tegen die droom. Waarom zou je weerstand hebben tegen een droom? Natuurlijk niet. Het bizarre is zelfs dat er gigantisch veel liefde vrijkomt als dit gerealiseerd wordt. Alle weerstand dondert er juist uit. Omdat het idee van afgescheidenheid eruit valt. Er is alleen maar dat. Zelfs die droom die tijdelijk is en onwerkelijk is dat. En die zit niks in de weg. Net zo goed als een golfje op het water echt niet in de weg zit en ook geen angst aanjaagt. En ook niet dat daar een speciale interesse in is of zo. Dus wat het golfje zichzelf wijs maakt. En dat is dus inclusief dit, hè, hoe prettig dit ook is, of amusant of waardeloos of wat je er ook van vinden mag. Hè. Dus inclusief wat je hiervan zit te vinden, wat er hier nu is. It's not what you are. Het is alleen maar een ervaring. En als er al iets aanwezig lijkt wat dit van belang vindt, it's not what you are, dat is die schijnheid. En ook als je het dan omdraait van, oh, dan ga ik niet meer. Weet je wel, that's not what you are. Weer dat schijnheid. You see? En op een of andere manier wordt deze daar echt verschrikkelijk gelukkig van. Niet dat ik dat ben, want dit is ook een schijning. Maar dat gebeurt gewoon. Dan krijg je zo'n verschrikkelijke lol van. Zomaar. En wat er dan op een schijnbaar energetisch of persoonlijk niveau gebeurt, is alleen maar dit. Strooien. Maar wat moet je in godsnaam nog vasthouden, weet je wel? Delen, wat moet je anders doen dan delen, delen? Neem dit. Rejoice, come on. It's all just a dream. Come on, smile. Be happy. Kijk dan toch, weet je wel? Dan is er weer iets gebeurd. Kijk dan, gaat hij janken, ja. Dan denkt hij weer dat het allemaal fout gaat. Wow. En dan ineens zo, oh ja, en dan denkt hij, nou komt alles goed. Tjoe, joe. Is toch geweldig. En dan wordt hij weer chagrijnig of zo, omdat hij zijn zin niet krijgt. Dat vind ik echt prachtig. Ik hoop dat hij nooit overgaat. Helemaal stil en sereen. Denkt hij dat hij een wijze is? Ja. Ik vraag me af waarom ze dat niet gewoon tegen je vertellen als je 6 bent of zo. Van hoe het zit. Nou, je hoeft niet al die tijd. Je bent geen vader. Dat is gewoon duidelijk. Je hoeft niet al die tijd. Ja. Het komt er steeds meer bij. Ja, maar dat is hartstikke leuk. Just for fun. Ik bedoel, hè, je bent nou een stukje ouder dan 6. Mm. Maar je luistert ook niet. Wel een beetje, maar niet echt. Ik ben het zo weer vergeten. Dus net als mijn Naomi, mijn dochter, weet je wel. Dan zeg je iets tegen, ja, is goed. En dan vervolgens loopt ze weg en dan zie je alweer. Want het is vergeten. En zo van, neem je dit glas even mee? Ja, neem je dat glas uit? Ja, is goed. Dan loopt ze gewoon. Maar ze heeft het al gehoord. Je komt niet binnen. We kunnen niks aan doen. Je kunt schreeuwen. Weet je wel, of een chocolaatje naast leggen. Of straf uitdelen. Ja, dat is gewoon niks. Wat is het chocolaatje dan nog weer? Soms niet. Waarom kreeg je dat ook alweer? Omdat ik lief ben? Ja, doe maar. Ja,
Met mijn woorden. Dat is het mooie ook van dit, hè, van Advaita, of hoe je het wil noemen. Het is zo fucking simpel, forgive me the words. En tegelijkertijd is het zo vergeten. Er hoeft maar iets te gebeuren en je bent helemaal kwijt. Gaaf, hè? En daarom hebben we nou zo'n onderzoek ontwikkeld. Heel simpel. Je hebt niet aan de simpel. Ja, ik heb er geen last van. Het was zo simpel dat ik denk van ja, natuurlijk. Nou, klaar. Ik was simpel genoeg, blijkbaar. Er kan heel veel over gezegd worden van waarom dat zo is. Maar in feite zitten we dan gelijk weer aan de verkeerde kant van de streep. We gaan verklaringen zitten geven en zo, weet je wel, waarom we... Ja, dat niet dieper tot ons laten doordringen enzovoorts. Heeft geen zin. Zie gewoon in hoe simpel het is. Zie gewoon in wat je bent. En again, en again, en again. Net zolang dat je het nooit meer vergeet. Dat is de enige opdracht. Als je je daartoe zou kunnen bepalen, dan is dat klusje zo geklaard. Echt. En dat betekent dus dat de energie weg moet van allerlei andere subbelangetjes. En geïnvesteerd moet worden in dit, net zolang dat het je glas helder is en dat je nooit meer verlaat. That's all that there is. En de meeste mensen die... Iedereen heeft 100% energie, zeg ik altijd. Wat de meeste mensen doen is pak een beet en dan maak ik een mooie deal. 80% van je energie die verspil je aan dingen die niks met dit te maken hebben. Waar die andere 20% heen gaan. Hè. In het gunstigste geval aan zelfonderzoek. En dat is dan al heel wat, hoor. Dat is dan al heel wat. En het is maar die naam. Want we hebben ook het rare idee dat als we bijvoorbeeld aan het werk zijn, dat dan alles is. We hebben niet in de gaten, niet echt, dat terwijl we aan het werk zijn, kunnen we gewoon bewust zijn van bewustzijn. Terwijl we aan het dansen zijn, terwijl we aan het eten zijn, terwijl we aan het schoonmaken zijn, terwijl we aan het praten zijn, whatever you do. Zelfonderzoek kan gewoon 24 uur per dag doorgaan. Los van of je een actief of een passief leven leidt. Of weet ik veel. Maakt niet uit wat je doet, wat je meemaakt. Je kunt continu gewoon daar aandacht voor hebben. Hier, nu. Nu. Zien wat er gebeurt. Zien hoe die schijngestaltes opkomen en elkaar afwisselen. En de hele tijd proberen te bepalen hoe het gaat enzovoort. En door dat te zien gebeuren, ontdekken, die egootjes die allemaal opkomen, die kan ik nooit zijn. Die roepen wel allemaal dat ze ik heten. Ze zeggen wel allemaal dat ze dezelfde naam hebben, maar ze zijn steeds anders. En de ene die wil dit, en de andere die wil dat, en de andere wil daarheen, de andere daarheen. Er zit geen enkele samenhang in, maar ze doen net alsof ze dezelfde zijn, omdat ze ik roepen. Allemaal valse ikjes. Dan kun je iedere seconde ervaren. Het is niet een kwestie van dat je die de hersens moet inslaan. Je hoeft alleen maar te ontdekken namelijk dat het valse ikjes zijn. Op het moment dat een vals ikje als vals is doorzien. Weg. En dan komt hij nooit meer terug. Daarom zijn Nisargadatta het valse als vals zien is voldoende. Wat hou je dan over? Het werkelijke. Want die hoef je niet te maken. Dat is er al. Zit te volgen. Goh, mooi. Dan is er hoop. En dan kun je dus ook helemaal niet van buitenaf zien waar iemand mee bezig is. Hè? Iemand kan totaal zich verloren hebben in al die schijnikjes die voorbij lijken te komen. Of iemand is een jani. En dan lijken er ook allemaal schijnen, want dat gezichtje dat gaat ook van lachen en serieus en dat beweegt alle kanten op. Van buitenaf, als jij denkt, ik ben de persoon, dan denk je dat dat voor de vrije mens, zal ik maar zeggen, ook geldt. Maar daarvoor is het als de wind over het water, de ene keer grote golven, de andere keer rustig. Maar dat water wordt niet anders. Er is constant die aanwezigheid, die stilte. Geen enkele identificatie, waar dan ook mee. Terwijl het dansje gewoon doordanst.
Want hij is in gang gezet en dat ga je echt niet stoppen, ook niet door realisatie. Er is ook geen enkele behoefte aan trouwens dan. Het danst een dansje zolang het danst. En het is evident dat het tijdelijk is. Dus er is geen zorg over. En iedere seconde kun je dat zien, hoe dat functioneert, hoe het je meetrekt. Of probeert dan. In al die sub-ikjes, die sub-belangetjes. Meninkjes, houdinkjes, angstjes, verlangetjes. En daarom ben ik er nooit zo'n voorstander van, wat dan vroeger wel veel gebeurde, dat mensen zich allemaal gingen afzonderen maandenlang. Nee, leef maar gewoon, weet je wel. Daarin zit precies wat je nodig hebt. Daarin word je genoeg geërgerd en uitgedaagd en lastiggevallen en gekweld. Om gewoon al die schijnikken te kunnen zien. En dus ook tot de ontdekking te kunnen komen van, ja, maar wacht eens even. Ik zie al die schijnikken. Ik ben dus niet die schijnikken. Aha. Dus ben ik het zien. De uiteindelijke kenner van dit hele feestje. Wauw. Wat is dat dan? En dan draai je als het ware om. En of die schijnikken dan nog langskomen of niet, er is niemand meer die erop let. Want jij bent gewoon op aan het gaan in het zelf, in de werkelijkheid, aan het uitzoeken wat dat is. In plaats van wat de oorzaak is van waarom ik nu boos ben en hoe kan ik het weer goed maken om toch weer morgen mijn cookie te krijgen. Je moet een ongelofelijke interesse hebben gewoon in wat je bent. Niet in wat je kent. Al die bullshit die voorbij komt. Want anders wordt het net zoiets als op de bank zitten en naar de tv kijken en denken dat jij al die acteurs bent daar. Pas op, kijk uit. Hij komt eraan. Hij doet het met die. Dat ben jij niet. TV aan, tv uit. Jij bent wat jij bent. Je hebt er een moer mee te maken, het heeft geen enkele invloed, dat denk je maar. This is all I know. Voor mij was dat genoeg. Ik hoop voor jullie ook. Dat zeg je dan zo. Alsof daar toch nog. Alsof die interesse of die aandacht. Alsof daar nog wat mee te doen is. Die aandacht is blijkbaar niet groot genoeg, want anders zaten hier alleen maar Johnny. En ja, die zitten er ook, alleen het wordt er niet. Ja. Ik bedoel, de keuze of iets van doen of niet, of wat je. Weet je, probeer je aandacht te draaien of. Ik bedoel. Voor jou geldt dat misschien niet meer. Nou, maar voor iedereen, voor mijn gevoel, heeft ieder ding totaal geen keuze of iets van. Er is geen. Precies, ik dus ook niet. Nee. En daarom zeg ik dat. En doordat ik dat zeg, wordt er iets wakker geroepen in mensen. Is er geen keuze, maar is er wel een focus. Is er wel een verschuiving. Dat weet je zelf ook de onderzoek. Ja, oké. Okay. Ja. Alles heeft geen keuze of alles heeft een keuze, weet je. Maar dan kun je niks uitzonderen. Alles is predestined of niks is predestined. Maar als alles predestined is, ik ook. En dus zeg ik dit en kan ik daar niks van doen. Precies. En is dat precies juist wat er nu moet? Ja. Ja, daarom. Of niets is predestined en dan moet je kiezen. Ja. Ja, en dat is dus de grap, dat daar ook geen contradictie of zo. Nee. Het valt samen. Yes. Maar het is zo. Ja, het bijt elkaar niet, maar tegelijkertijd is het denk ik, het is, kan niet. Of het is, het wat, wat er ook gezegd wordt, Ralf, is niet de waarheid. Het is de weg naar de waarheid. Het zijn de richtingaanwijzers. Het is het opwekken van energie die anders gaat stromen daardoor. Daarom kom je ook hier. Ja. Anders zou je nu bij de slager staan of zo. Of weet ik veel, hard rock concert. Ja. Dat kan ook. Dat is een andere energie. Ja.
Dit is in feite, er is alleen maar het zelf. Nou, wat gebeurt hier? Het zelf heeft zich hier gemanifesteerd in 32 wezentjes. Op deze plek, ja, om het even beperkt te houden. Dit is dus al niet meer waar. En het zelf zingt. En die andere zelfjes, die manifestaties, die gaan daarin mee resoneren. En daardoor kan er iets gebeuren, daardoor kan er iets worden ingezien. En kan er schijnbaar iets veranderen. Maar zowel ervoor als tijdens als erna is alleen het zelf. Alleen wat er dus mogelijk is, is dat dat op allerlei van die plekjes ineens bewust wordt. Ja. Door dat spel van het zelf. Die zichzelf versluiert, waardoor sommige mensen niet weten wat ze zijn. En tegelijkertijd genade uitzendt, waardoor sommige mensen ineens weer onder het sluiertje vandaan komen. En... Oh ja, ik ben ook hetzelfde. That's the game. Zie? Ja. Ja, hier kon ik er niet bij, dat is de grap. Natuurlijk niet. Maar hier wel. Ja, precies. Ja. Dat is wat hij doet. Je voelt hem natuurlijk en dan is van. Maar het is evident, ja. Mooi, hè? Ja. Goed. Dan neem dadelijk maar eens lekker een kopje Advaita thee. Ja, dat kan dus wel. Dank je wel. Dank je wel. Dit is wat God zegt. Het is heel makkelijk te vertalen in Duits. Nederlands is het dit en het Duits zoeken ze er een woord voor waarschijnlijk. Als ze maar zoeken. Wie's? Realisatie leidt tot het constant in meerdere of mindere mate ervaren van dit. Door alles heen. Plus het rechtstreeks waarnemen dat alles dit is. Dat dit het substratum is of de substantie waaruit alles wat je denkt te zien of denkt te voelen bestaat. Er is niks anders dan dit. En alleen maar door je helemaal terug te trekken in je denken of in een emotietje, kan je dat vergeten. En dan moet je heel veel moeite voor doen. Heb je heel veel energie voor nodig om dit te ontkennen. Sluit is er alleen maar dit. Wie is degene die zich thuis anders voordoet dan wanneer die buiten speelt? Ja, wie is altijd hetzelfde? Dus die is thuis ook aanwezig. Let niet op de compromissen of dat het anders voelt. Ervaar dit thuis. Dus loop niet weg van thuis, wees daar wat vaker.
om te ontdekken dat dit daar ook is. Ja. En dat zelfs het niet helemaal kunnen ervaren uit dit bestaan. Zelfs het zogenaamde jezelf vergeten, met andere woorden, is het zelf. Als je dat weet, maakt het je geen zak meer uit of je het vergeten hebt. Dan zie je meteen, ah, nou denkt hij dat het vergeten is. Wat grappig. Nou modificeert het zelf zich in de toestand van onwetendheid. En daarna opent hij zich weer in een moment van ontwaken. Het is nog steeds hetzelfde zelf. Ja, ik merk ook dat dat zelfonderzoek over mij gekoppeld is aan het willen ervaren van die eindeloze wijsheid en verbondenheid. Maar die is er altijd, wat is het probleem? Ja. Nou ja, dat die kun je alleen niet... Het idee dat je die vraag moet stellen van wie ben ik. Ja, die hoef je maar even te stellen. Wie is degene die het wil ervaren? Weg is die wie. En dat is over. Die wijsheid is zo wijs dat er alle ruimte is voor een ervaring van verkramping. Die verkramping verschijnt in die wijsheid. Als je gaat inzoomen op die verkramping en die wil je weg hebben, heb je een probleem. Maar als je gewoon ziet dat er eindeloze wijsheid is waarin een verkrampingje verschijnt. Oh, geweldig toch? Hallo krampje, kom maar joh. You're beautiful. Ja, dat zijn toch mooie blokjes ijs in waar water in. Exact. Yes, precies. En zonder enige moeite vervleut dat weer. En dan komt er weer iets nieuws. Een of andere vorm. Er is niks om tegen te vechten. Jij bent datgene wat de wijsheid ervaart als de wijsheid wil komen en de kramp ervaart als de kramp wil komen. Het bindt je niet en het maakt je niet vrij. Je hebt er niks mee te maken. Schakel naar zien. Ik merk dat ik nog heel erg in de ervaring gevangen zit. Ja, natuurlijk, waar anders in. En zie dan gewoon dat die schijngestalte dit soort ervaringen wel wil en dat soort ervaringen niet. Maar het vindt allemaal plaats in die stilte, in jezelf. Wat het ook is. Zelfrealisatie maakt een eind aan de voorkeur van ik wil vreugde ervaren en geen pijn. Pijn wordt ervaren als het zelf, vreugde wordt ervaren als het zelf. There is no difference. En er is niemand die daar tegen vecht of die daar iets aan kan doen. Dan is de spanning eruit. Dus degene die weigert of degene die iets probeert te pakken te krijgen is de illusie. En die illusie vindt weer plaats binnen het zelf. There is no way out. Right. Dus om die te maken is God en zelf is voor mij identiek. Voor mij ook. Is er dan kramp in God? Natuurlijk. Alles. God is alles. Dus ook kramp. Ja. Er zijn geen dingen los van God of het zelf. God maakt zich kenbaar door het openen van liefde. En God maakt zich kenbaar door stress. Maar God heeft er geen last van. Die schijnfiguur heeft er last van. Dus wie is degene die er last van heeft? Onderzoek dat en dan valt hij uit elkaar. Simpeler kan ik het niet maken, helaas. Ik ben nog niet zo ver. Wat je ook ervaart, zei ik daar straks. Het is niet wat je bent. Het is alleen maar een ervaring. Dus hecht niet aan kramp en hecht niet aan openheid. Hecht niet aan liefde, hecht niet aan pijn. Vecht niet tegen pijn, vecht niet tegen openheid. Doe niets, wees alles. Vecht niet tegen de doelen ook.
Ja, exact. Ja. Als die komt, dan komt die. Ja, dan doet die maar. Jij bent de getuige van het daar zijn van de doener. Nou en? Wordt het zien of het zijn daar anders van als er een doener loopt rond te rennen? Nee hoor, ruimte zat. Het doener is een illusie. Je kunt geen last hebben van iets wat niet bestaat. Daar kun je ook niet van afkomen. Maar dat is wel energie die... Er is een heleboel energie die bezig is, maar die hoeft niet geklemd te worden. Daar hoef je geen ik uit te bakken. Hier is ook heel veel energie. Als ik een mens zou zijn, dan zou ik zeggen, ik heb me vandaag kapot gewerkt. Maar ik ben geen mens. En er is een hele hoop gebeurd vandaag. Good. En nu ben ik hier, nu. En dat is exact hetzelfde als om 3 uur vanmiddag. Zijn, hier, nu. Of om 10 uur vanmorgen. Zijn, hier, nu. Nothing happened. Maar het huis is aardig opgegaan. En er zijn een stuk of 6 teksten geschreven, dus Richard is weer blij. Maar er was geen doen naar buiten trokken. Ik kan wel doen alsof, en dan stoer zeggen, dat heb ik gedaan. Het gebeurt. Het gebeurt. Iedere ochtend is het hetzelfde feestje, weet je wel. Het zijn komt in actie. En deze hier, voor zover dat iemand is, die heeft gewoon helemaal nergens behoefte aan. Maar die heeft ook nergens iets tegen. En dan komt de dagenergie op gang. En die leidt van dit naar daar, naar zus, naar zo. En s'avonds gaat het licht uit. Dan gaan we slapen, zeggen we. Nou, de volgende dag. Dat gaat allemaal vanzelf. Wat heb ik ermee te maken? Ik hoef daar geen moeite voor te doen. Ik hoef er ook niet tegen te knokken. Ik kan er niks aan doen. Dat is wat de energie doet. Het zit mij niet in de weg. Want al die bewegelijkheid die vindt plaats in een immense stilte, in een immense liefde, in een immense helderheid. Waar ik iedere seconde van kan genieten. Zal ik maar zeggen. Dat is niet helemaal waar, want ik ben dat. Maar een beetje toegeeflijk zijn mag wel. Zie, dat is de werkelijke situatie. En die zogenaamde doener is er alleen maar ingeprojecteerd als een denkbeeldje. Als we naar de feiten kijken, zien we gewoon, het gaat allemaal vanzelf. Het is een spelletje van bewustzijn. Er is niks mis mee en er is niks voor. Er is geen reden om daar dan vast te klampen en er is geen reden om daar een eind aan te willen maken. Het is alleen maar dat. Yes. Ja. Yes. Altijd. Wat je ook denkt. Al voel je je zo klein en helemaal gecomprimeerd en ellendig. En dan nog is er alleen maar dat. Als je even kijkt, als je even voorbij dat kleine bolletje gejammer kijkt. Man. Je weet niet wat je ziet. Pure amazement. En eigenlijk zou je nog blij moeten zijn, Leonard, dat het af en toe dit doet. Want dan heb je dat contrast zo lekker. Ja, maar... Nee, je zou wel zijn om dit te gaan doen. Ja, maar dat krijg je niet voor elkaar. Er is geen doener, remember. Nee. Eén blik op of in de realiteit, weet je wel. En je ervaring is onmiddellijk dat alles wel zo ongelooflijk perfect is. En één uitstapje in het denkbeeldige. En je gelooft, niet dat dat zo is, maar je gelooft dat er zoveel tekorten zijn. En zoveel gedaan moet worden. En dat het nooit goed komt. En het was ook al niks. En dat stukje, dat denkbeeldig, is just for fun. It's just for fun.
guts from. Your suffering is God's enjoyment. Really. Klinkt best aardig. Het is zo onvoorstelbaar, hè? Op menselijk niveau dat je in een zaaltje kan zitten met toch een aardig groepje mensen en dat het dan mogelijk is om het hierover te hebben. Want alles is het totaal, alles wordt bepaald door het totaal, weet je wel. Zet hier 40 Hells Angels neer. Dan kan ik het hier niet over hebben. En niet dat ik dat zou willen dan. Daar gaat het ook weer niet over. Maar dat zou niet gebeuren. Dat komt niet eens op dan. You know? Jullie nodigen eruit. Hè? Dat betekent gewoon dat er iets aanwezig is in al die harten hier. Dat weet waar het over gaat. En daarom kan ik tamelijk essentieel zijn. Ik ben wel eens op andere plekken en dus geen verwijt of klacht. En dan lijkt het meer op een vechtpartij. Dan is het allemaal van. Meneer, u wilt toch niet beweren dat. En hoe zit het dan met verantwoordelijkheid? Weet je wel, van dat soort intelligente vragen krijg je dan. Daar heb ik een paar boeken voor geschreven, weet je wel, om die vragen eruit te krijgen. Maar hier hoeft dat niet. Maar ja. Het was niet zeker dat je verwijs van aanlezen is die boeken maar ik dan yes. Lees ik het yes. Of houd het eerste jaar je mond maar dicht, weet je wel. Dan je mag gewoon zitten, gewoon niet meer bemoeien, gewoon allemaal gebeuren. Dan zul je dat op het eind, die vlekken die er gelijk uit. Dat was niet zo lief als ik, hoor. Maar ja, ik heb nog 40 jaar misschien. Ja, je kunt leren. Good. This is it. You are that. Whatever you believe. Thank you.